Vanmiddag vis ik in een werkhaven van een heel groot water. Echt heel groot. Met heel groot dood aas. Dat aas is een makreel van pakweg 300 gram. Hij is hier nog diep gevroren, maar dat is geen probleem. In het water ontdooit hij vanzelf. Als je zo'n makreel weg wil kunnen zetten, heb je een zware hengel nodig. Ik gebruik daarom een 12 voet 3 ponder. Dat is een driedelige allround hengel. Zo'n zware vis moet je goed bevestigen. Vandaar deze staartlus. En dan twee dreggen. Eén in de flank aan de ene kant. En de ander vlak bij de kop aan de andere kant. Ik kies voor een makreel omdat ik geen flauw idee heb van de snoekdichtheid op dit water. Dan heb ik graag een sterke geur. Soms hang ik er zelfs nog een zakje PVA aan. Dat doe ik door de staartlus. En daar komen dan hondenbrokken en vismeel in. Voor een extra geurspoor. Vandaag doe ik dat niet, want ik ben het vergeten. De hengel staat wel op een beetverklikker. Een peppy beetverklikker zelfs. Met een staafhakertje. Maar dat is eigenlijk alleen om mij te waarschuwen als ik in slaap gezakt ben. Normaal gesproken houd ik het verdwijnpunt van de lijn in de gaten. En zodra die begint te lopen, haal ik de hengel uit de steun en vergeef ik hem zoveel mogelijk vrije lijn. Er zit ook geen lood aan mijn doodaas. Onnodig vind ik. Hoe minder weerstand, hoe beter. Als de lijn serieus doorloopt, wacht ik 30 tellen voordat ik aansla. 9 van de 10 keer loopt het goed af en zit het recht keurig voorin. Dan begint nu het grote wachten. Ik heb 1 makreel bij me en 2 sardines. Ik hoef er ook niet meer te vangen dan 3. Is dat arrogant of is dat arrogant? Er zitten hier een paar duizend watervogels, maar ze zijn niet actief. Ze zwemmen een klein beetje rond, maar je ziet ze niet aarzen. Kennelijk is dit voor hun een plek om uit te rusten. Nou, ik hoop dat het snoekvolk daar anders over denkt. We zijn een uurtje verder en het is super saai weer geworden. Er staat bijna geen wind en het is heijig. Nog geen teken van leven gezien. Ik heb een uurtje of 3 geprobeerd en het is eigenlijk precies gegaan zoals ik had verwacht. Geen stootje gezien. En zelfs geen bewijsje van vis. Geen borreltje, geen bubbeltje, geen kringetje, helemaal niks. Maar ja goed, als je niet gokt, kan je niet winnen ook. De middag is nog niet voorbij, dus ik probeer het nog even een uurtje op het kanaal. Kijken of het hier wel lukt. Doodzonde. Deze vis had nog een takeltje van iemand anders. Geslikt. Ik heb het er gelukkig uit kunnen halen en doorgeknipt. Dus hij kan er weer netjes terug. Maar hij heeft wel een vervelende beschadiging overgehouden aan zijn eerdere avontuur. Heel jammer, ik ga hem gauw terugzetten. Kijk even wat er met zijn bek gebeurd is. Zonde toch? Zonde, zonde, zonde. Nou, ik ga hem gauw terugzetten. Ik weet niet hoe lang die is. Niet zo belangrijk in dit geval. Vlug terug.
Dit vond ik in zijn bek en heb ik afgeknipt. De drecht had hij helaas al geslikt. Nou, ik hoop dat het allemaal goed komt met hem. Alleen daarom al moet je zulke tangen bij je hebben. Het is niet altijd voor je eigen fouten. De temperaturen zijn zacht voor de tijd van het jaar, maar het is toch echt herfst. Het is prachtig herfstweer. Maar dat is helaas iets anders als goed visweer. Het water ligt erbij als een spiegeltje. Ik zou eigenlijk moeten wachten tot het beter weer wordt. Of liever gezegd, slechter weer wordt. Met een sterke westenwind en grote wolken, maar dat zit er voorlopig niet in. Nou, ik ben er nu toch, dus laat ik het maar een uurtje proberen. Dit wordt de stek voor vanmiddag. Ik heb 2 voerstekjes gemaakt met mootjes sardine en een zakje PVA gevuld met hondenbrokken en vismeel. Dat mooie weer heeft natuurlijk niet alleen maar nadelen. Mijn hengeltje staat klaar en ik ga lekker in het zonnetje zitten genieten van de nazomer. Je kan echt niet meer van herfst spreken, al is het al eind november. Hier moet ik het natuurlijk even proberen. Al was het maar vanwege het mooie spiegeleffect. Deze brug.